Yo, Gianan hier en welkom bij alweer de zevende aflevering van F1 2021 Breaking Point. Heb jij de vorige aflevering gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Het kan recht met het i'tje, klik daarop en dan zie je natuurlijk die aflevering verschijnen. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 content. Schakel ook een lekker belletje aan als je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like die als jij hem leuk vond, dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media, maar gebruik hem in de beschrijving. En dan gaan we lekker door met de aflevering. It's Sunday and that means it's race time here in Spa. As the cars are being prepared, let's join them trackside for the start of the Belgian Grand Prix. Spa-Francorchamps today, a circuit that spans 4.35 miles. There are tons of elevation changes along the way too. 19 corners making up this circuit, with 9 of those to the right and the remaining 10 to the left. This track is a great one for fans of pure speed. The average lap speed comes close to a whopping 145 miles an hour. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he starts from pole position. And it's Lewis Hamilton alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Bottas, Norris, Sergio Perez, and Ricciardo, Leclerc, Fernando Alonso, Sainz, and Pierre Gasly, Mazepin, Ackerman, Esteban Ocon, and Butler, Jackson, Russell, Yuki Tsunoda and Mick Schumacher, Giovinazzi and Nicholas Latifi. And with preparations almost complete, let's head down to the track. We zijn inmiddels aanbeland bij de grid. Het gaat zometeen regenen in België. Soft medium is de strategie. Daar gaan we dan voor Breaking Point, aflevering 7 alweer. In België, we moeten in de top 5 zien te finishen. Daar gaan we dan vanaf P12 op de grid. We zijn onderweg en we komen beter weg dan Mazepin. Ook gelijk beter dan Carlos Sainz. Helaas Alonso geraakt, maar dat is geen probleem. Mazepin zit daar aan mijn buitenkant en is er voorbij. Ocon is er niet voorbij, maar we kunnen Mazepin gelijk weer terug aanvallen. Naar Oroes toe. Dat lukt net niet. Dus we moeten het zo meteen bij Radion gaan proberen. En kijken of dat dan helpt. Ook Esteban Ocon zit in mijn slipstream. Ocon kijkt naar de buitenkant. Dit keer naar de binnenkant. Het is inmiddels Aiden Jackson geworden. Die daar keek aan de binnenkant. Het was heel close, maar dat hebben we mooi gered. Wel een klein dossier met Nikita Mazepin. Daardoor hebben we een momentje overstuur. En kan Aiden Jackson kijken bij ons. Hij keek daar wel. Wij kijken trouwens hier brutaal aan die binnenkant van Mazepin. Wielbengen met elkaar. En we laten Mazepin gewoon niet leven. We snijden hem gewoon compleet af. En het is P11 op dit moment. We zitten nog steeds in ronde nummer 1. Als we daar Carlos Sainz proberen aan te vallen. Hier dan achterlangs kruisen. Dat lukt niet, want de Spanjaard blokkeert ons. En hier dan wel proberen. Nee, want Sainz gooit zijn overtakeknop aan. Het is heel close met elkaar. Wat is het hier dan gebeurd? Bij Blanchimont. Lukt dat? Nou, Sainz geeft niet op. Nee, Sainz remt heel laat. Bij de busstopchicane hebben we een touché. Terwijl Max Verstappen de snelste race ronde neerzet met een 1.51.5. Regen komt eraan terwijl we aan de binnenkant kijken van Gasly. Sorry, aan de buitenkant kijken van Gasly en Sainz. Maar P10 hebben wij dus mooi veroverd. Nu naar P9 van Gasly. Momentje op Oroes. En dat ziet ook Carlos Sainz. Die kan daar niet aanvallen, want wij gooien de deur dicht. En nog steeds een P10. Groen in sector 1, 4,7 seconden sneller. Sainz kijkt er naar die binnenkant. Daar was geen plek. En wij hebben hier een betere exit dan Gasly, nou, die geeft zich zomaar niet gewonnen. Nou, Gasly. Laat ruimte, jongen, laat ruimte. En dat is inmiddels gelukt.
We moeten oppassen met de agressie, zegt Jeff. De volgende heet Fernando Alonso. Kunnen wij dan hier zo meteen aanvallen bij de Spanjaard? We hebben de snellere auto, dat weet ik wel. Buitenom? Lukt dat? Nee, net niet. We moeten het zo meteen bij de busstopchicane gaan proberen. Of hier dan al? Jazeker, hier is het dan al gebeurd. Dat hebben we goed gedaan. En P8 is van ons. Alonso kan wel terugkomen trouwens. Alonso, wat doe je? Die plek is niet van ons, want Alonso pakt hem mooi terug. En het gaat regenen. Er komen regendruppels. Alonso remt wat naar ons toe. Wij moeten daarvoor uitwijken. En daardoor kan Gasly aanvallen bij ons. Maar wij duwen de Fransman daar gewoon bij. En we zitten in ronde nummer 3 van de wedstrijd. DRS nog beschikbaar gesteld. Maar het gaat over een aantal ronden veranderen. Omdat het dus aan het regenen is. Alonso hier dan gezien op de exit. Nou, Alonso geeft weer niet op. Dat wordt hier 2 wijd bij Orouge. En wij trekken aan het langste eind. Want Alonso moest daar gewoon op de rem gaan staan. We hebben DRS. Maar Alonso kan terugkomen. Lukt dat ook? Dat lukt niet. En daar zijn we maar al te blij mee. Het regent hier gewoon compleet hard. De baan is gewoon zeiknat. We rijden gewoon nog op die softbanden. En Charles Leclerc is gezien. DRS is ook disabled. We duwen Leclerc daar gewoon helemaal wijd. Maar hij zit daar nog. En maar deze keer moet hij gewoon opgeven. Dan is die plek van ons. Ricciardo is de volgende. We duiken naar binnen. Oeh, we wouden kijken bij Lando Norris, maar dat lukt helaas niet. Jammer. We gaan dus naar binnen voor de intermediates. Ook Aiden Jackson is binnen. Mop, we komen voor Norris de baan op. Goed gedaan, we hebben een plekje gewonnen in de pitstraat. Omdat Norris langer moest wachten dan ons. En dat is heel goed gedaan. Giovinazzi en Russell rijden gewoon nog op die softbanden. Dus die moeten nog een keer naar binnen en gaan hier extra pijn van krijgen. Waarom? De baan is zeiknat. Zij kunnen niet vol gas, want rijden op droogweerbanden. Ja, en hier is dan al gedaan. Op Camel Street is Russell gezien? Vraagteken. Jazeker, Russell moet gewoon eerder remmen. Giovinazzi heeft het lastig. We kijken daar aan de buitenkant van de Italiaan. Dat is mooi gelukt. Ook Schumacher heeft het lastig. En die kunnen we hier al passeren. Jazeker. We staan op P7. Voor ons rijden Hamilton en Verstappen. Bottas leidt de wedstrijd. Sainz nog op die softbanden. Die zien we daar dus rijden en moet dus naar binnen. We remmen er gewoon naartoe. En hier is dan nog gedaan. Nou, Sainz reed daar wel heel langzaam. En ik had het even niet goed ingeschat. Maar P6 is van ons. Dat wordt P5 omdat Ricciardo naar binnen is voor de intermediates. We staan dus op een P3 zelfs, want Bottas moest ook naar binnen. We hebben een podiumplek in handen in ronde nummer 5. Nog 6 rondes te gaan. Kijken of we naar Lewis Hamilton kunnen toerijden. Als dat zo kan, dan kunnen we misschien de wedstrijd gaan winnen. Omdat Verstappen daar maar een seconde ongeveer vandaan is. You have P3, P3. Hamilton is ahead of you. Our gap to the car in front is 5.6 seconds. They're almost sure that these tires are the right ones. It might be time to come. Daar hebben we dan Lewis Hamilton. Het begint nu wat harder te gaan regenen. Jeff adviseert ook voor full wet. Kunnen wij hier dan bij de buitenkant van Lewis kijken? We kunnen wel kijken, maar ik wou zeggen aanvallen. Nee, helaas. We zitten er oh zo dicht op. De baan is zijknat. Hebben we hier een betere exit? Nee, want die heeft Lewis Hamilton. Nog steeds op een P3.
En ik ga denk ik naar binnen voor de full wets. Hamilton zit te verdedigen. Verstappen duikt naar binnen. Hamilton duikt naar binnen. Maar dan doen we hier iets heel mooi. We pakken Lewis gewoon in de pitstraat. Veel momenten overstuur. Maar dat had hij gewoon niet verwacht. Ik wou daar gewoon niet achter blijven zitten. En dat is gewoon gelukt. P2 is van ons. Hopen dat deze pitstop ook goed gaat. 2,9 seconden. Langzame pitstop. Maar dat is niet erg. Nu kunnen wij naar Max Verstappen toe zien te rijden. Ook Aiden Jackson is binnen voor zijn pitstop naar de full wets. We zitten in diezelfde ronde. Want ja, we hebben nu al naar Verstappen toegereden. Gaan Verstappen zo meteen ook aanvallen? Maar hier nog niet. We zitten er wel heel dicht op. Lukt dat bij Blanchimont? Lukt dat? Verstappen verdedigt heel hard. We zitten aan de binnenkant en Verstappen moet daar gewoon van het gas af. Anders had hij ons geraakt. Nou, Verstappen komt wel terug. Maar wij houden de auto breed. Verstappen doet daar een ultieme poging die plek weer te verhogen, maar dat lukt gewoon niet, Max. Dat weet je zelf ook wel. En we rijden aan de leiding in ronde nummer 8. Nog 3 rondes te gaan. En dan zit deze wedstrijd er alweer op. Gat naar Hamilton is 2,7 seconden. Gat naar Verstappen is 1,6 seconden. Dat is inmiddels 7,4 seconden geworden. We zitten in de laatste raceronde trouwens. De regen is ermee gestopt. We gaan de baan dus opdrogen. Bottas naar P4. Perez naar 5 op 28,9 seconden. En wij gaan dus de grote prijs van België winnen. Dat is gewoon uitstekend gedaan. De banden zijn gewoon nog goed. Het regent niet meer hier in Spa-Francorchamps. Verstappen naar P2. Hamilton pakt daar snel het racerondepunt en gaat naar een podium. Maar het feest is voor Aston Martin. Want wij winnen alweer een grote prijs in Breaking Point. Just fantastic. You deserve that race win. Another top 5 finish for Aston Martin. Amongst the drama ants, they've been quietly racking up some good points. Yeah, it's caught me off guard a little bit actually. When you look at the table, you realise they're not doing as badly as you might think. Aston Martin have been nothing if not entertaining this season, for good or bad. It'll be interesting to see how they fare by the end of the year. The Aston Martin team will be very happy with today's performance and the final result. Another display of excellent driving and excellent teamwork and a well-deserved first place finish. I'm saying is that the team are back in the mix this season. That's how good you've done. Yeah. You're ending your career on a high just like you wanted. You really couldn't ask for much better. You want one? Hmm? What's wrong? Nothing. What? Nothing. I'm fine. You haven't driven like this in ages. You're out there having a great time. You're raking in the points, but you're doing your moody face. I'm not doing my moody face. Stop that. Like this. Okay. It's Aiden. What about him? Well, he's still not right. He's moping around, anxious, apologetic. I think he's struggling. I thought you were going to ignore him. Yeah, but he's just a kid. He needs support. From you? So, how many races have I got left? What's this all about, Cass? Let's say that I've got 3 or 4 months left in F1. What if... Go on. Nah, forget it. No, what? You laugh at me. Promise not to. It just sounds so stupid. What does?
What if I can... Oh, my God. What? You've gone soft, haven't you? I knew you'd make fun of me. You want to make the F1 world a better place before you retire. You want to help the team, help Aiden, your own career be damned. And what if I did? So Casper Ackerman does have a heart after all. I'll alert the media. No, look, Zoe, I'm serious. What if I did? What could you do? Well, Mercedes has got a seat coming up next season. Some say they might even sign him. That is his dream. And you think you could help? I honestly don't know. Casper, we think you can push for the fastest lap. Well, now? Yep, we're in a strong position. See what you can do. No problem. Nou, we zijn dan aanbeland in Sochi. We moeten de snelste raceronde noteren en in de top 10 eindigen. Het is daar geel. In sector 2, daar rijdt iemand langzaam. Het is volgens mij een Red Bull van Verstappen. Weet ik niet zeker. Russell rijdt op die harde banden. En hij moet gewoon makkelijk te passeren zijn. We zetten paars in sector 1 neer. 1,6 seconden sneller. En Russell is hier dan al gezien aan de buitenkant. Dat is mooi gedaan. Zo doen we dat. En we staan op een P12. Blauwe vlaggen vanwege Mick Schumacher. Die moet voor ons aan de kant. We gaan ronde nummer 10 alweer in. En zetten de snelste race ronde neer met een 1.34.999. De volgende heet Antonio Giovinazzi. Maar eerst blauwe vlaggen. Voor Nicolas Latifi. Voor Giovinazzi rijdt Esteban Ocon. Ocon rijdt namelijk op de harde band, wij op de soft banden. Voor Giovinazzi geldt natuurlijk hetzelfde. We hebben gewoon heel dat gat dicht naar Giovinazzi. En kijken naar de binnenkant, nee dat lukt niet. Dan naar de buitenkant proberen, dat lukt ook niet. Giovinazzi houdt zijn auto extreem breed. Hier is het dan wel gezien. Jazeker. Daar is het dan gezien. We kunnen gelijk Ocon passeren. Vraagteken. Lukt dat? Jazeker lukt dat. Goed gedaan. En P10 is van ons. De volgende heet dan Devin Butler. Daar is dan Devin Butler. Die aan het knokken is met Carlos Sainz voor P8. Remmen dat gat gewoon volledig dicht naar Devin. Hebben hier een betere exit. Kijken naar de buitenkant van Butler. Lukt dat? We moeten gewoon volhouden. Ook Sainz is gezien. Hoppata, een 2-in-1 actie. Zo doen we dat. Mooi via die buitenkant gedaan. En kunnen we gelijk naar Fernando Alonso toerijden. Op dat rechtstuk is Alonso zometeen gepasseerd. We reden wel wat op die curbstone, maar dat is geen probleem, want Alonso moet zich gewonnen geven. En P7 is van ons. De volgende heet dan Aiden Jackson. Die rijdt ook op die softbanden. En rijdt op een P6. Dus we kunnen dubbele puntenfinish pakken in Sochi. Wat is hier dan gebeurd op de exit? Net niet. We hebben DRS komen in de slipstream van Jackson. Kijken naar de buitenkant van de Brit. Bewegen wat naar zijn lijn toe. Raken elkaar. Jackson geeft niet op. En dit keer is het dan mooi gedaan. Het is P6 in ronde nummer 12 van 13. Paars in sector 2. Charles Leclerc is de volgende. We remmen dat gat helemaal dicht naar hem. En Leclerc verdedigt die binnenkant. Wij kijken mooi naar de buitenkant. En dat is gewoon goed gelukt.
goed om te zien dat dat gewoon kan. En dan gaan we de laatste race ronde alweer in. En dan gaan we denk ik finishen op een P5. Want Daniel Ricciardo kunnen we niet meer achterhalen. Laatste race ronde loopt. En dan gaan we alweer een uitstekende race belonen met punten. Jackson naar P7. Dat is goed gedaan. Leclerc naar 6. Bottas naar 3. Volgens mij leidt Verstappen de wedstrijd. En nog eens P2. Sorry, Perez leidt de wedstrijd. Heeft die wedstrijd ook gewonnen. Bottas naar P3. Norris naar P2. En wij komen op een P5 omdat Ricciardo nog tussen Bottas en mijzelf zitten. Dat betekent dat we alweer punten pakken voor Aston Martin. Dat is goed gedaan. Uitstekende wedstrijd. Veel inhaalacties. Gaan we opmaken voor de volgende wedstrijd. That's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. That's quite some achievement for Aston Martin's Kasper Ackermann, getting the fastest lap out. Yeah, it's not often you see any team outside the top three pick up that extra point. Aston Martin went with what looked like an aggressive tyre strategy, but it paid off for them. Incredible, really. Aston Martin now very much in the mix for a strong midfield finish this season. And who knows, they might even be eyeing up fourth place. They'll be delighted. Red Bull are our winners today after showcasing some incredible driving. There's been a huge push from them lately to stay competitive with the other teams, and they're certainly proving themselves. Aflevering 7 van Breaking Point zit er alweer op, mensen. Ik hoop dat je genoten hebt. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 content. Schakel ook gelijk het belletje aan als je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruik staat in de beschrijving. En gaan we de volgende keer verder met F1 2021. Onder andere My Team en Breaking Point.